Wij zijn Tivo Utrecht van de Zuidtribune. We zijn een groep van ongeveer 30 vrijwilligers. Wij zorgen voor de sfeer op de Zuidtribune in het Utrechtstadion. Voor de wedstrijden zetten wij confetti-kanonnen klaar. En allemaal vlaggetjes, gewoon die de mensen hier omhoog kunnen houden. En na de wedstrijd ruimen we het grootste rommelzooitje ook weer even op. De wedstrijd dat ik er nu bij ben geweest, dat we de sfeeractie hebben gedaan, hebben we nog geen één wedstrijd verloren. Dus wat dat betreft ben ik hartstikke tevreden. Ik heb geen idee wat de spelers ervan vinden, maar ik hoop wel dat ze het leuk vinden en dat ze het motiveert. Ja, het geeft gewoon een extra, het geeft je een extra motivatie, zou ik bijna zeggen, om te beginnen. Je komt de tunnel uit hier het veld op en je ziet dan dat de supporters er klaar voor zitten en dat ze... Ja, dat ze er klaar voor zijn met al die acties die ze voorbereid hebben, ja, dat is gewoon geweldig. Ja, Sparta, dat was een hele mooie wedstrijd. Ik stond op de promenade met een confetti-kanon. Ik had hem nog net niet dichtgedraaid en we stonden al 1-0 voor. Dat gaf wel een kick van wow. Dat hoorden we achteraf ook vanuit de spelers, dat ze het echt super gaaf vonden. Dat ze het veld opliepen, eigenlijk een soort muur van confetti in en spandoeken. Dat gaf hem wel het extra zetje om er gelijk voor te gaan. Ja, het moment dit seizoen zeker Sparta thuis. Vooral ook omdat het een week na FC Groningen was. Waar we denk ik met z'n allen een hele zwarte avond hebben gehad. Waar je natuurlijk heel veel kritiek krijgt. En dat je dan een week later, de eerste voor een thuiswedstrijd, direct zoveel steun van de supporters voelt. Dat geeft je zo'n boost en wat ik zeg, ik zou bijna zeggen dat het geen toeval is dat je dan binnen 5 minuten direct scoort. We zaten bijvoorbeeld in een hotel voor de wedstrijd en daar zijn we ons serieus al af aan het vragen en een beetje aan het fantaseren van hoe die acties zullen zijn en daar kijk je gewoon naar uit. Ja, en dan kom je het veld op en dan zie je dat en dan sta je elkaar aan te kijken en dan krijg je gewoon kippenvel. Ja, zeker. Alles uit als de bom door. In het stadion of in de kroeg met een meter bier. Thuis op de bank met je vrienden voor de tv of hier. Ook al hebben we vaak te maken met vlaggenwappers die je vak niet goed snappen. Deze keer laten we niks afpakken. Zijn een team en dat kan je zien ook. Wij vlammen op het veld. Komen jullie aan met je bier ook. Ik heb geleerd door respect continu en daarom zeg ik tegen iedereen u. Het is een feestje vandaag, Utrecht gaat naar huis met de zegen vandaag. En we zingen met z'n allen door de buurt, zo van Utrecht. Het is een feestje vandaag, Utrecht gaat naar huis met de zegen vandaag. En we zingen met z'n allen door de buurt, zo van Utrecht. Het is een feestje vandaag, Utrecht gaat naar huis met de zegen vandaag. En we zingen met z'n allen door de buurt. Zo van Utrecht. Het is een feestje vandaag, Utrecht gaat naar huis met de zegen vandaag. En we zingen met z'n allen door de buurt. Zo van Utrecht.